Hallo lieve kijkers en welkom bij een nieuwe vlog van mij. Allereerst excuses dat ik al lang geen vlogs meer heb gemaakt. Momenteel woon ik in Amsterdam. Ik heb toch een stageplek kunnen vinden in mijn tweede periode in de stad waar ik heel graag naartoe wou. Dus ik woon nu in Amsterdam. Ik heb een eigen appartement en ik ga jullie laten zien wat ik vandaag allemaal doe op mijn vrije dag. Vandaag is Isa bij mij op bezoek. We lopen momenteel in het Oosterpark. En Isa kennen jullie waarschijnlijk al, want ze is vaak weer met vlogs voorbij gekomen. Hi. En Anne, een vriendin van ons die ook in Amsterdam woont, is er ook. Vandaag komen mijn ouders op bezoek. Mijn moeder vindt een taartje heel lekker in Amsterdam, dus die ga ik zo meteen halen in de stad. Allereerst kleed ik mezelf goed aan, want het is erg koud buiten. Handschoenen, want volgens mij het is een min 8 graden of zoiets. Verder heb ik neem nog boodschappentassen mee, want ik ga natuurlijk ook naar de supermarkt. Mijn ouders waren dus op bezoek geweest, het was super gezellig. We gingen naar Oosterpark wandelen. Ik heb daar helaas geen beelden van gemaakt, want op een gegeven moment dacht ik dat mijn telefoon kwijt was. Dus we gingen overal zoeken, bleek die achteraf in mijn hoodie te zitten. Dus dat is wel heel fijn dat ik hem heb gevonden. Daarna heeft mijn moeder nog lekker gekookt voor ons. Voor mijn vader, zusje en mij. En ja, het was super gezellig geweest. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende vlog. Doei!